Ik ben Jacques Broijmans en schrijver van jeugdromans vanaf zo'n 13, 14 jaar. En toen ik begon, dat is zo ongeveer 15 jaar geleden, zag ik dat de boeken van Klaas mij erg aanspraken. Klaas is een Vlaamse, Belgisch-Vlaamse uitgeverij. En ik had toen een paar opties en Klaas reageerde heel enthousiast op het manuscript dat ik had ingeleverd. In Nederlandse uitgeverijen die zeiden van, is goed, maar moeten we nog wel eens even kijken of we nog wat willen veranderen, hoe en wat. En bij Klaves was het eigenlijk gelijk kant en klaar. En zo ben ik eigenlijk bij Klaves 15 jaar geleden terechtgekomen. En nog steeds met veel plezier. Bij de Nederlandse uitgeverijen was het vaak zo dat het bijna als een soort procedure is om er nog dingen in te veranderen. En bij Klaves zeiden ze, ja, dat was thema rond seksualiteit, homoseksualiteit, transgender zelfs, het boek Dwaalsporen. En Klaves stond daar volledig voor open om daar direct mee in zee te gaan. En in Nederland zou er dan meer overleg nodig zijn geweest. En, ja. En omdat ik het ook prettig vond om gelijk in twee landen, was je gelijk aanwezig in twee landen. Bovendien was het zo, toen ik begon met Klaves, dat ze ook actiever werden in Nederland. En eigenlijk tezelfde tijd, tegelijkertijd, kwam er ook alweer een kantoor in Amsterdam, Nederland, waar ik woon. Dus dat was ook weer handig. Dus ik kon gelijk vanuit twee landen verder gaan. En ik ben dol op Vlaanderen sowieso. En ik vind dat we eigenlijk veel meer uitwisseling moeten hebben. Pas hoorde ik daar ook nog weer van de hoofdredacteur van NRC. Dat is een Vlaming. En die zegt ook, we moeten meer uitwisselen. Het is net alsof we meer uit elkaar aan het drijven zijn op dit moment. Dat is eigenlijk heel raar. Je zou zeggen, alles komt dichter bij elkaar, globalisering. Maar op de een of andere manier worden dus bijvoorbeeld ook... zijn hier ook bijvoorbeeld in Vlaanderen nu minder naar de Nederlandse televisie gekeken. En omgekeerd. Dat is eigenlijk heel gek. En we hebben veel gemeen. En daar moeten we veel meer mee doen. Ik geef zelf ook veel workshops en lessen op Vlaamse scholen. En ook bij projecten betrokken. Waarbij er finales zijn met Nederlanders en Vlamingen. Scholieren dus. Dat is even ook in... ligt ook in het verlengde van mijn boeken. En ja, ik vind dat alleen nog maar veel meer moet gebeuren. Dus ik ben ontzettend veel zowel in Vlaanderen als in Nederland bezig. En ik ben wat dat betreft ook een promotor van samenwerking en uitwisseling tussen Vlaanderen en Nederland. Samen staan we sterk.